Dit is Omroep Brabant. Met tot 10 uur Maarten Kortlever en Tessel Lind. Na 50 jaar lijkt het einde van de bloemenzaak Het Boeketje op het Pieter Vredeplein in Tilburg nabij. De eigenaar van het pand wil er iets anders mee. Bloemist Johan Kools moet daarom morgen al dicht. Verslaggever Birgit Verhoeven zocht hem op. Er is nu een rechtszaak gekomen, want ik heb gezegd van wij gaan niet weg van het plein. Ik ben altijd een trotse Tilburger geweest. En hoop dat we kunnen blijven. Want waarom wordt u nu zo emotioneel? Waar zit hem dat in? Nou, ik denk, waar zit hem dat in? Het zit al. Een jaar ben je al aan het knokken, een jaar ben je al aan het praten en daar komt maar niks uit. En dan word je gewoon niet gesteund. Je wil gewoon als ondernemer wil je met je zaak bezig zijn. Je wilt werken, je wil je kost verdienen. En dan word je dan onmogelijk gemaakt. En dan die onzekerheid al een heel jaar. Hè, en de strijd die je moet voeren, daar zijn maar geen mensen voor. Juridisch geneuzel eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ik ben geen advocaat. Ik ben een gezellige bloemman. Nou, 31 december moet u de sleutel inleveren. Gaat u dat doen? Nee, mijn sleutel krijgen ze niet. Nee, er zal iets meer moeten gebeuren. Nee, mijn sleutel die krijgen ze 31 december niet. En de rechter zal dan maar moeten bepalen wat er moet gaan gebeuren. Ja, de gemeente Tilburg wilde niet reageren, omdat er inmiddels dus een rechtszaak loopt tussen eigenaar Wereldhaven en bloemist Johan Kools. Ook Wereldhaven wil niks zeggen. Dan maar naar de volksvertegenwoordiging, gemeenteraadslid Hans Molders. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U maakt zich heel erg druk over deze kwestie, hè? Ja, dat doe ik al bijna een jaar lang. En het is net wat u net zei. Ze willen geen reactie geven omdat het onder de rechter is. Maar omdat ik er al een jaar mee bezig ben, heb ik al heel vaak hun aangespoord om hiermee aan de gang te gaan. En ik vind het een schande dat het grootkapitaal, een multinational, en de wethouder hier in Tilburg van het CDA geen oog heeft voor de kleine zelfstandige ondernemer in het centrum. In ons centrum hebben we alleen nog maar grootwinkelbedrijven. Maar deze meneer Molders, meneer de Ridder, want dat is de wethouder waar we het over hebben, die heeft toch wel geprobeerd om te bemiddelen in ieder geval? Nee, maar niet met zijn hart. U heeft net een ondernemer gezien die met hart en ziel al 50 jaar in begrip is in het centrum van Tilburg. Het is een soort van cultureel erfgoed. Hij werd niet voor niks emotioneel. Als meneer de Ridder alleen maar oog heeft voor het grootkapitaal en als het grootkapitaal nog die paar kleine zelfstandige ondernemers in het centrum gaat vertrappen, dan moet een wethouder optreden. Ze moeten gezamenlijk naar een oplossing gaan zoeken, want deze ondernemer is zeer redelijk. Die wil best wel verplaatsen. Die wil in allerlei zaken meewerken. Die wil de vooruitgang van Tilburg ook niet blokkeren. Maar om hem daar te zeggen, lever je sleutel maar in en dan je levenswerk daar, waar zijn familie al 50 jaar zeg maar zijn sporen heeft verdiend, dat is zo onmenselijk en dat is ook eigenlijk een wethouder onwaardig. En ik hoop dat de weerstand die nu komt, want er zijn duizenden mensen die al getekend hebben, dat de wethouder nu zo voor de verkiezingen toch maar heel snel zeg maar het hazenpad gaat kiezen en heel snel gaat nadenken hoe dat hij dit kan gaan oplossen samen met de multinational. Want waar een wil is, is een weg. Maar meneer Smolders, is het niet zo simpel als gewoon een huurcontract dat niet wordt verlengd? En dat gaat niet van de een op de andere dag, want er wordt al een jaar over gesteld. Maar de eigenaar van het pand heeft natuurlijk, hoe je het ook bent of keert, het recht om te besluiten om dat pand niet langer aan meneer te verhuren. Nou, ten eerste is er nog een optie van 5 jaar die hij had. Mm-hmm. En als je al zo lang huurt, dan kun je niet zomaar roekzichtloze strepen erheen trekken. Er is ook nog een morele kant aan het verhaal. Als dan de multinational niet wil, die wel tientallen miljoenen euro's van de gemeente Tilburg krijgt om zijn winkelcentra's te verbinden. He, dat lukt allemaal wel. En als de gemeente Tilburg, het college van BMW, die het voor het zeggen hebben, want ik ben maar oppositie, jammer genoeg, dan had de BMW had zich moreel dit moeten aantrekken en gaan kijken naar een plek 40 meter verderop of een stukje verderop. In elk geval een andere locatie bieden, zegt u. Een andere locatie. Ja. Dit is een soort van cultureel erfgoed. En deze man, we hebben nog maar een paar kleine zelfstandige ondernemers. En je ziet het ook, die staan aan met hart en ziel. Anders hebben we straks alleen maar groot winkelbedrijven in het centrum. En we moeten oog hebben, trouwens in Tilburg, voor alle kleine zelfstandigen. En dat gebeurt te weinig. Nou, die oproep is gedaan en heel veel Tilburgers zijn het daarmee eens. Want in allerlei winkels om de bloemist heen liggen
van die handtekeningenlijsten. Er wordt massaal opgetekend, ook door de Tilburgers. Ja, we gaan het afwachten wat het nieuwe jaar gaat brengen voor de bloemist. En of ze er uiteindelijk uit gaan komen en of de wethouder nog een rol gaat spelen. Uw mening is duidelijk. Hans Molders, dank u wel. Graag gedaan.